En hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ja, vandaag een nieuwe serie dus op Just Insane Games. Dus, ja, volgens mij had ik dat al gezegd. Nevermind. Ja. Vandaag speel ik Rise of the Triad. Single player. Oké, en ik begin gewoon bij het begin. Ik heb hem nog niet helemaal uitgespeeld, maar ik kan gewoon bij het begin beginnen. The End Return. Ik denk deze. Even kijken. Show details. Deze is heel erg snel. En deze is overal. Deze houdt voor een lange keer. En deze. Die is. En een beetje snel. En. Ik denk dat ik gewoon voor deze ga. Oh nee. Ik zie nou wat anders dan naar mijn idee. Dan is het best wel goed voor. En mij lijkt heel erg leuk. Ik hoop dat ik het nog meer wil. The hunt team is back in action. All right, goodies. There's no denying me now. Thank you.
natuurlijk kon hij lopen. Maar die stuk geloofde hij niet. Want hij is een beetje letterlijk allemaal muren waar hij dit bijvoorbeeld. Dit. Deze nu ziet er super suspicious uit. Ik denk dat hij dit ook ziet. Waarom kunnen ze niet gewoon heel eventjes gewoon lukt van de lucht en niet over te gaan killen? Maar ja, die... daarover ga je. Don't shoot! No! Please! Don't shoot! Oeh, er is nog een bovenkaart. Die is hier van. Is dat een deur die open kan of zo? Toss me a clip! Ik heb het idee eigenlijk dat ze... This baby could put a smile on anybody's face. Laat het maar. Als het zo moet, dan kan ik het wel klaar blijven. Ja, kijk. Heel eindelijk open. Give it to me! Nope, I think that this is wrong.
was it, hè? Super. Ik heb maar 2 van de 11 secrets gevonden. Ja, in ieder geval, ik vond het wel heel leuk. Mocht je dit ook leuk hebben gevonden, kan je heel zeker even. En dan gaan we de volgende keer verder met level... Geen idee, volgende level. Adios, en ik zie jullie later. Yo!